Ik vind dat mensen over het algemeen veel te weinig aandacht besteden aan wat ze doen met hun lichaam. En ik wil mensen bijbrengen dat jouw lichaam, het is het enige lichaam dat je hebt in dit leven. En je moet daar zorg voor dragen, je moet dat goed gebruiken. En daarom wil ik mensen daar bewuster van maken, dat ze dat kunnen doen. Ik ben voornamelijk leerkracht in Tai Chi Wu Qigong. Dat is een Chinees energetisch oefensysteem. En daarnaast ben ik ook trainer in lichaamstaal. Bij Tai Chi Wu Qigong, dus die Chinese energetische oefeningen, leer ik mensen aan hoe dat ze het beste staan. Dus dan geef ik ze een oefening gewoon staand, waarbij dat ze leren om hun zwaartepunt meer naar voren te brengen in hun lichaam. En hoe dat dan aanvoelt. En dan vanuit daar geef ik dan allerlei soorten oefeningen die helpen om bepaalde delen in het lichaam te openen, bepaalde gewrichten. Er zijn bijvoorbeeld oefeningen die heel specifiek op de schouders werken. Of oefeningen die heel specifiek op gewrichten in de onderrug en de benen werken. Dus dat is één soort training dat ik geef. Andere training is lichaamstaal. En daar is het meer de bedoeling dat ik mensen leer van bijvoorbeeld wat willen bepaalde gezichtsuitdrukkingen zeggen, wat willen bepaalde bewegingen zeggen. Dus dat is dan ook om mensen te helpen om steviger over te komen, krachtiger over te komen. Dat ze goed weten van, oké, als ik zo sta, kom ik beter over dan als ik zo sta. Iedereen hier komt in contact met andere mensen. En ik denk, hoe meer dat we weten hoe we zelf overkomen en hoe meer dat we andere mensen juist kunnen inschatten, hoe beter dat onze relaties te goede komt. Mijn doelgroep is iedereen. Iedereen kan daar nut bij hebben. Er zijn mensen inderdaad die niet echt klachten hebben, maar die dat gewoon doen omdat ze beter hun lichaam willen leren kennen, beter willen weten hoe dat ze het zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken. Er zijn veel mensen die bij mij komen met klachten, lichamelijke klachten, pijn, vooral onderrug of bovenrug of nek. Komt heel vaak voor. Die mensen merken na een paar maanden dat dat verbetert. Er zijn ook mensen die komen met stress. Heel veel mensen met stressklachten. Ze voelen zich niet rustig. Ze voelen dat er veel spanning in hun lichaam zit. En daar willen ze ook iets aan doen. En ook die mensen merken na enkele maanden dat dat veel beter gaat. We gaan veel te veel, te vlug, naar een dokter. En we denken van, ja, die dokter moet maar oplossen. Maar we willen niet zelf aan ons lichaam werken. En we denken van, ja, we nemen dan medicatie of we laten ons inderdaad eens kraken door een chiropractor of we gaan bij de osteopaat. En dat kan soms helpen, maar het is vaak omdat we ons lichaam op een bepaalde manier gebruiken, dat er bepaalde mankementen gaan optreden. En als je dan beseft, als je je bewust wordt van wat je niet goed doet, dan kun je dat ook gaan veranderen en kun je ervoor zorgen dat die problemen blijvend weggaan. En niet dat je om de zoveel tijd eens bij iemand moet gaan. Dus je zorgt beter voor jezelf dan. Ik zou zeggen, kom uit jouw zetel, kom uit jouw sofa en sta recht en engageer je. Gebruik jouw lichaam. Zit er niet als een patatzak, maar doe iets. Zorg dat jouw lichaam goed werkt en dat je daar ook de rest van jouw leven goed mee kunt werken. Want ja, het is het enige lichaam dat je hebt en je moet daar goed zorg voor dragen. En door gewoon te weten hoe dat werkt, en dan kun je dat al veel beter doen.